Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Dianand Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 30 hier in de Verenigde Staten. Heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik daarop en zie jij die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content met nog 3 rondes te gaan. Kunnen we nog kans maken op die wereldtitel? Het wordt heel erg. Ja, wat is het? Gokken wat die Mercedes gaan doen, want daar zijn we afhankelijk van. We hebben een groot gat wat we moeten zien te overbruggen. En daarvoor komen ook de updates eraan. Zijn dus niet meer de langzaamste auto van het veld. Komen dichterbij Alpine en Ferrari. En Haas natuurlijk. Vorige wedstrijd in Qatar wonnen we. Dat betekent dus onze derde achtereenvolgende overwinning van het seizoen van ons. Goed gedaan. Kijken wat we kunnen doen in Amerika. Ik verwacht een fel gevecht met de beide Mercedes'en en met Verstappen en met Sainz. Je weet het. Dat die er ook aan zit te komen. En Leclerc bijvoorbeeld en Perez, noem het maar op. Dankzij die drie overwinningen dichterbij Russell en Hamilton gebleven voor de strijd om die wereldtitel met nog 3 rondes te gaan in de race. Spoelen de tijd eventjes mooi door. Kijken of er nog die update binnenkomt. Helaas, de MGUH, de update is helaas gefaald. Dat betekent dat wij opnieuw die update moeten gaan bestellen. En dat is jammer. Komt dus na de grote prijs van Mexico op de auto. Het is wat het is. Dit was dus nog wat op de planning stond voor de updates. En dan gaan we denk ik gewoon beginnen voor de kwalificatie. Kijk wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 30. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Flinke bewolking op het circuit, maar geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. Eerste bocht kon wat beter. We hebben daar een aantal tienden laten liggen. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. Daar gaan we helaas te wijd. Flink moment overstuur op de exit. En dat betekent dat wij een tweede tijd noteren met een 1.36.2 volgens mij. Gaan het dus met nog ongeveer 2 minuten op de klok een tweede run eraan gooien. Het is daar heel druk in sector 2. Daar een moment van corrigeren. Op dit moment een 14e positie. Schieten helaas door bij de eerste bocht. Dat is minder. En we komen tot een 7e tijd en hebben nog 20 seconden op de klok om nog een ronde erachteraan te gooien. En hebben ook genoeg ERS over en brandstof meegenomen, dus dat is goed om te zien. Vlag hangt uit in Q1. Weer teruggewezen tot een 12e positie. En komen bij start-finish. En dan laten wij een derde tijd noteren. Goed gedaan. Zijn aanbeland bij Q2. Als we ervoor moeten zorgen dat wij door zijn naar Q3. Een prima eerste bocht. Goed gedaan. Apex mooi geraakt. Kom aan bij het einde van mijn ronde in
Q2. Kijken of we het ook bij één run kunnen gaan houden daar te wijd. En dat is een tweede positie, een tweede tijd op ongeveer 50.000ste van Max Verstappen. En we duiken dus naar binnen. Als Sainz daar in één keer aan de binnenkant zit en hebben vloerschade op de auto. Dat betekent dus de auto repareren. Dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel op het circuit van Texas. En kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij voor de pole position gaan of wordt het helaas een zevende positie? Je weet het maar nooit. Daar helaas flink te wijd in de eerste bocht heeft ons heel veel tijd gekost. Dan zijn we aanbeland bij onze eerste run in Q1. Verstappen voorlopig op pole position. En dan laten wij een vijfde tijd noteren. En dat betekent dat Max Verstappen op pole position staat. Piastri knap naar P2. Lewis Hamilton op P3. Wij op P5 pakken onze belangrijke titelconcurrent George Russell. Maar moeten Hamilton voor ons dulden. Webber knap naar P9. Doet hij goed. Leclerc op P10 teleurstellend. En dat betekent op naar de sprint voor aflevering nummer 30. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Through the driver grid order for today's exciting sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Oscar Piastri completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Sainz, the Professor, Russell, Norris, Perez, Webber, Leclerc, Gasly, Magnussen, Ocon, Albon, Richard Vasseur, Stroll, Bottas, Hülkenberg, Joe, Tsunoda, Sargeant, and Nyck de Vries rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. We moeten dus een top 10 finish zien te behalen in deze sprint. Gaan dus gewoon beginnen voor de formatieronde. Voor misschien wel een belangrijke wedstrijd van onze carrière. Want we zijn er in gevecht voor die wereldtitel met Lewis Hamilton en George Russell. Passeren daar per ongeluk Carlos Sainz, moeten die plek zometeen teruggeven aan de Spanjaard. En dan zijn we aanbeland bij het einde van de formatieronde. Komen er prima in onze gridslot terecht. Goed gedaan. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Texas. Wij dus vanaf een vijfde positie. Verstappen op pole position. Piastri op P2. Hamilton 3. Sainz 4. En onszelf op P5. Russell op P6.
op die mediumband. De lampen gaan aan voor de sprint hier in Texas. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Helemaal een heel slecht weg en al gelijk gepasseerd. Verstappen en Piastri knokken daar om P1. En wij kijken aan de binnenkant van Carlos Sainz. Dat is gelukt. Hebben daar een moment overstuur. Maar goed, dat geeft niks. Wij pakken de derde positie af van de Spanjaard. Goed gedaan. Zitten in nog steeds in de eerste ronde als Piastri het daar last geeft op die zachte banden. En wij kijken aan de binnenkant van hem. Goed gedaan. Dat is P2. Op naar Verstappen. Op dit moment 7 punten erbij. Dat zou betekenen weer dat het gat gedicht wordt naar Russell om de strijd voor die wereldtitel. Hij rijdt op dit moment niet in de punten. Hamilton wel P5 voor hem. Dat betekent dat hij 4 punten erbij krijgt. En wij gooien de overtakenknop aan. En kunnen profiteren van de slipstream van Max. Rijden er gewoon naartoe. Maar kunnen hier nog niet echt aanvallen. Zitten we in ronde nummer 3 als DRS is ingesteld door Race Director. Met de overtakenknop en de slipstream die hier zijn kracht doet. Rijden we naar Verstappen. En vallen we hem daar aan. Mooi aan de binnenkant. Goed gedaan. Dat is P1 in handen. En nu is het hopelijk wegrijden van Verstappen en Piastri. Die op die zachte band rijdt. Krijgen daar een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Ronde nummer 5. Piastri aan de binnenkant met die zachte band. En heeft de leiding afgepakt van ons. Wij kunnen daar helaas niet terugkruisen. Raken de Australiër op zijn linker achterwiel. Maar hier aan de buitenkant kijken. Lukt dat misschien? Jazeker. Goed gedaan. Piastri komt nog terug. Maar hier is het dan helaas echt gedaan. Gooien de deur daar dicht. Kan er niet langs. En Verstappen profiteert weer mee. En is naar P2 gegaan. 400 brandstof nog over in de auto, zegt Mark Priestley. Gat naar Verstappen is inmiddels een seconde. Nu is het ineens 4/10, 3/10, omdat wij daar een fout maakten. En daar een moment overstuur op de exit. Piastri en Max nog steeds samen, zij aan zij. In de laatste ronde van de sprint. En wij gooien de overtakenknop aan. Piastri kan daar helemaal niks. Komt gewoon meters tekort voor een echte aanval. En dat zou betekenen dat wij zo meteen vanaf pole position gaan beginnen voor de hoofdrace. Russell op P5. Geen idee waar Lewis Hamilton rijdt. Maar wij pakken 8 belangrijke punten voor het team, voor onszelf, voor misschien wel onze eerste wereldtitel. Met nog 3 rondes te gaan. Piastri start zometeen als tweede, Max als derde, Sainz vierde en Russell op P5. Piastri probeert het hier nog misschien, maar wij blokkeren zijn pad. En hij kan er niet langs en wij pakken de sprint. Goed gedaan in Austin, Texas. Prima race. 8 punten erbij. Okay, good job, mate. Really, really well done. That was a fantastic. Goed gedaan. En krijgen ook Drive of the Day. Uitslag van de sprint. Wij winnen dus de wedstrijd. Piastri 2, Verstappen 3, Russell 5, Hamilton 7. Dat betekent dat wij dichter bij de concurrentie zijn gekomen. We hebben helaas P10, pak 0 punten. En geen uitvallers. Klassement. 49 punten verschil naar Russell. Dus op naar de hoofdrace. En kijk wat we daar kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. F1 is so popular in these parts now that we race here 3 times a year. But let's give full respect to COTA, or the Circuit of the Americas if you prefer, which laid the foundations for it. It still remains the United States Grand Prix.
We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position and Oscar Piastri completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Perez, Leclerc, Webber, Magnussen, Ocon, Gasly, Richard Vasseur, Albon, Stroll, Bottas, Hülkenberg, Tsunoda, Sargeant, De Vries, and Zhou Guan Yu. Which of these talented drivers will come out on top today? A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Joined once again by Anthony Davidson for this one. Ant, there's a lot of incidents on track recently for this driver. No one does that on purpose. It is part and parcel of racing, though. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always the risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Okay, mate, only three races left and you've still got a chance at the title, but if we're going to win it, we're going to need some very special performances in every one of those three. And it starts here. Let's see what you can do today. Nou, kijken wat we dus kunnen gaan doen voor deze wedstrijd. Soft, medium is de strategie. We vertrekken dus vanaf pole position. Hebben al 8 punten erbij gehaald in dit raceweekend. Op de zachte band. De formatieronde is dus van start gegaan. Piastri op de harde band. Verstappen op de harde band. En wij gaan dus de formatieronde in. Banden en remmen op temperatuur zien te brengen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 20. De sprint hebben we al gehad. Nu is het tijd voor het echte werk, de race. Daar helaas de mist in, maar goed, dat geeft niks. We hebben dus de achterbanden wat op temperatuur gebracht. En nu is het kijken of wij goed of minder goed in onze gridpositie komen. Goed gedaan. Prima positie ook voor ons. 0,4 meter ervan af staan dus wat naar de binnenkant toe. Klein beetje maar om Piastri af te knijpen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Texas. Aflevering nummer 30 gaat dus beginnen met onszelf op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. We hebben al gelijk een DRS probleem. De DRS is offline, doet het niet. Maar goed, dat is ook logisch, want in ronde nummer 1 is er geen DRS. Dat betekent helaas wel dat Sainz zometeen in ronde nummer 3 bij ons kan aanvallen en wij geen tegenaanval kunnen doen omdat de DRS niet beschikbaar is voor ons. Dat probleem wordt aangewerkt. Daar wordt dus aan gewerkt door het team. Wij moeten nu de start zien te overleven. Hebben we gelukkig gedaan. Russell op P3. Verstappen slecht weg. P5. Twee plekken verloren. Sainz op P2 rijdt dus achter ons op die zachte band. Kan daar een aanval doen aan de buitenkant, maar dat lukt niet. En wij gooien de overtekenknop aan. En kan alleen maar meekomen in de slipstream. Kan daar niet echt aanvallen. En wij behouden dus de leiding in de eerste ronde van de race. Zitten in ronde nummer 4 als Russell naar ons is toegereden en valt daar aan. De buitenkant is er nog niet voorbij. DRS is weer in werking gezet. Wij kunnen de achtervleugel dus nu ook openklappen. Gelukkig maar. En nog 16 rondes te gaan in de race. Russell nog steeds achter ons met de snelste raceronde. Dat betekent dat wij 6 punten inlopen op de Brit.
en gooi je de overtakeknop aan op Russell. Want hij heeft hier DRS en slipstream, kan misschien een aanval wagen voor de leiding. Is er nog niet voorbij. Kijk naar de buitenkant, lukt ook niet. Flink moment overstuur op de exit, maar Russell kan er niet van profiteren. Rood in sector 1 en 2. Flink moment en overstuur, de banden doen niet meer zijn ding. Zijn ook wel aan de versleten kant. En Russell probeerde het daar aan die binnenkant, lukte niet. Sainz zit dit keer op zijn hielen. Norris en Verstappen knokken samen om P4 in de vijfde ronde van de race. En Russell en Sainz daar zitten in onze nek te hijgen. Sainz daar met een aanval, zit aan die binnenkant, maar is er niet voorbij. Wij winnen de tractierace en bereiken de pit window. Sainz heeft ons geraakt op onze achterkant. Geen schade gelukkig aan beide auto's. Russell weer naar P2. En weer teruggewezen tot de derde positie. Nog 14 rondes te gaan in de wedstrijd. Over twee rondes opent de pit window. Sainz zit te kijken bij ons na een slechte exit bij opkomen rechte stuk. Kan er nog niet voorbij. Het is tweede ronde nummer 7 van de race. Als Russell weer naar P2 is gegaan. Banden zien er nog goed uit. Focus je op het rijden, zegt Mark Brisley. Russell aan de buitenkant dit keer. Kan er niet voorbij. Wordt geblokkeerd. Dan aan de binnenkant zittend. En is er langs. Maar verpest daarmee zijn exit. En wij pakken de leiding weer terug. In ronde nummer 7. Sainz nog steeds op P3, Verstappen op 5, Norris op 4 op die zachte band. Benieuwd wat Verstappen gaat doen met zijn strategie. Wij gaan gewoon doorrijden totdat we naar binnen moeten. En dan zitten we in ronde nummer 8 van de race. Pit window is open om naar de harde band te duiken. Gaan we dus ook doen. Opkomen rechtstuk in ronde nummer 9. Als Russell het daar probeert. Maar mist de topsnelheid van zijn Mercedes. Wij behouden dus de leiding. Goed gedaan. En kan er niet langs. Duiken dus naar binnen in ronde nummer 9. Geel in sector 2. Omdat, denk ik, Russell is uitgevallen. Weet ik niet zeker. Safety car op de baan. Nee, sorry, Russell rijdt weer. Excuses. Russell niet uitgevallen, ik dacht van wel. Russell rijdt gewoon nog in een grote prijs, maar de safety car is uitgeroepen. Voor wat? Geen idee, volgens mij is daar iemand gespind. En we duiken dus naar binnen voor de harde band. Ik besefte later pas, oh, ik had ook naar de medium band kunnen gaan. Maar goed, daarvoor was het dus al te laat. Dat betekent dat we een compound harder gaan pakken dan de rest van de concurrentie. Prima pitstop, goed gedaan. We komen weer aan de leiding terecht. Webber op P4 is ook naar binnen gedoken voor de harde band. Nog 10 rondes te gaan in de race. Voorlopig pakken wij belangrijke punten op de beide Mercedes'en in het klassement. Met alweer een overwinning erbij als het zo zou gaan eindigen. Derde in het klassement nog steeds.
Safety car duikt alweer naar binnen in de 11e ronde van de race. Nog 9 rondes te gaan in de grote prijs. En dan kunnen we alweer een overwinning erbij schrijven als het zo zou gaan eindigen. Magnussen op P4. Wat kan hij voor Haas? Webber op P5. Als het zo zou gaan eindigen, pakt Webber zijn allereerste punten van het seizoen. Het zou knap zijn als hij dit vol zou gaan houden. We doen het hier rustig aan. Bij de McLaren's op die mediumband. Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen. Ze moeten opletten bij die twee McLaren's tijdens de herstart. Mogen geen fouten maken. Een safety car is weer in pit lane. En wij gaan nu op het gas. Pakken al gelijk een paar tiendes goed op Lando Norris. Zit in ronde nummer 12. Nog 8 rondes te gaan in de race. Harde band is op temperatuur. Dat is goed om te zien. Zit in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als het geel is in sector 2. Omdat daar iemand gaat uitvallen. Dat is volgens mij. Ik weet trouwens niet wie het is. Wie is het trouwens? Geen idee. Ik kan het niet zien op de minimap. Het is George Russell. George Russell valt uit. Pakt geen punten in deze race. Cruciale punten voor de Brit gaan verloren in de strijd om de wereldtitel. Dat is jammer. En wij met de leiding en 26 punten in totaal lopen flink in op de Brit. En we zitten in ronde nummer 14 van de race. DRS is ingesteld door race director. Nog steeds met de snelste raceronde in handen. We hebben nog altijd op P5. Doet hij goed? Pakt 10 belangrijke punten. Magnussen knap op P4. Herhaling wat er is gebeurd met George Russell zo net. Wou daar verschoren aanvallen voor punten. Maar daar houdt de Mercedes motor het voor gezien. En ploft Russell letterlijk uit de wedstrijd. Gaat daar nog Sainz even hinderen. Maar punten gaan voor Russell in rook op. Misschien wel WK-punten gaan voor Russell in rook op. Kans om zijn eerste wereldtitel wordt kleiner en kleiner. En we zitten in de laatste ronde van de race. Wij gaan hier de wedstrijd winnen houden. De beide McLaren's achter ons. Magnussen gaat voor Haas in hun thuisrace keiharde punten binnenhalen. Gasly op P5. Wij met het snelste raceronde lopen flink in op Russell. Uitstekende wedstrijd waar de concurrentie het laat vallen. Goed gedaan. En is het op naar de volgende race. That's 3 wins in a row, mate. Unbelievable work. That's it then for another magnificent United States Grand Prix. And they have hung on to take a sublime victory here today. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. And the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben ik dus de race-uitslag. Wij winnen ook de hoofdrace en pakken in totaal 34 punten. Piastri 2, Norris 3, Webber pakt 6, 8 punten erbij. Goed gedaan, dat betekent 23 punten verschil naar Russell met die uitvalbeurt van de Brit. 17 punten heet Hamilton op Russell.
Dus het wordt nog spannend met nog 2 rondes te gaan. Waar in totaal 52 punten te verdelen zijn. Dus we hebben nog kans op de titel. Maar dan moeten we eigenlijk nog een weekend van dit hebben. Dat Russell teleurstelt. Hamilton ook teleurstelt. Pakt in totaal 2 punten. Russell pakt maar 4 punten. Het is gewoon spannend aan de top. Er zijn nog 52 punten te verdelen. Dus wie weet. Maar goed, eerst deze overwinning. Mooi vieren met het team. Ik ben ook heel blij dat Webber eindelijk punten heeft gehaald. Doet hij goed. Pakt belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap. Mercedes heeft dat uiteraard al gewonnen. Maar goed, wij strijden nog denk ik voor een plekje. Weet ik niet zeker. 17 is dus het team McLaren van ons. 14 is Webber en 20 is het hele team. Gaan we door naar de sponsoren. $500,000 erbij in totaal. $100,000 erbij omdat Webber en ik wat geld hebben misgelopen. In totaal hebben wij nu $3,6 miljoen op de bank. Goed gedaan. Kunnen we het contract van Webber misschien gaan verlengen. Maar we kunnen ook kijken of we een andere rijder kunnen gaan nemen voor volgend seizoen. Maar dat is allemaal voor over een aantal afleveringen verder. Eerst deze belangrijke overwinning. Dus mooi vieren met het team. Nemen grotere stappen naar onze wereldtitel. Kunnen het gevecht aan met Russell en Hamilton met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus dat wordt toch krap. Misschien hebben we nog kans, misschien ook niet. Maar goed, dat zien we allemaal in de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je dan voor meer wekelijkse My Team Karimmel content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele rating van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer met een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.